Zo, maandagochtend. GLA op de brug, door ons geleverd. Grote deur de APK. Deze mannen zijn bezig met een koppelingsvervanger van de Citroën C1. En slecht nieuws voor de eigenaar van de Volvo, want die is overleden. Dus die gaan we weer in elkaar zetten. Wel een 500.000 kilometers gedraaid, dus op zich heb je wel zijn best gedaan. Dan hebben we hier nog een Peugeot 108 APK en een kleine beurt. Dit is ons geleverde GLA. Ik krijg nog een grote beurt vandaag. Misschien morgenochtend. En hebben we hier de verkochte Citroën C1. Hebben we al klaargemaakt van de week. Gaan we morgen leveren. Die gaat vanmiddag naar Rino en dan gaan we hem schoonmaken. Kenteken erop. En dan gaat hij morgen naar Volendam. Weer een kreeftauto naar Volendam. Dat is top. Dus. Dani komt vrijdag weer thuis. Vrijdagavond. Dus. 5 dagen zonder hem doen. En dat gaat prima. Kijk. Gratis reclame, jongens. Totaal veilig. Goed, hè? Altijd goed. Altijd goed. Heerlijk. Het hekje wordt elektrisch. Bas werd te lui om zelf open te doen. Nou ja, dan een paar van die armen monteren. Doen die het voor je. Heerlijk. Kijken hoe het in de werkplaats gaat. De eerste APK grote beurt klaar. Gaan we nu verder met de Peugeot 108. APK kleine beurt. En kijk, nieuwe achterbandjes. Die andere waren uitgedroogd. Deze. Dus die waren aan vervanging toe. Deze is de CM-rij in elkaar aan het zetten. Kan die ook weer rijden. Dus. We zijn mooi zoet. Zo, goedemorgen. Morgen Hamza. Morgen. Wakker? Altijd. Lekker mooi. Oh, wat is dit, Nico? Deze? Oh, die heeft een. Hij had een kapotte oliedop, olievulpdop. En daardoor was de olie allemaal gaan lekken op de multisnaren. Dus die was helemaal vergaan en gebroken. Dus die zijn we weer aan het monteren. Het had geen stuurbekrachtiging en dergelijke. Dat werd niet aangedreven meer. Dus, komt er een nieuw riempje op of zit hij er al op? Ik heb hem net op. Oh, hij zit er al op, ja. Kijk, ja, zie je het. Ik had er gisteren klaargemaakt verder zover. Dus nou kon hij erop, net aangekomen. Ik zal hij een stuk makkelijker sturen. Dat denk ik wel, ja. Dus, de transit die kent straks weer de brug af. Deze transit krijgt een nieuwe distributieriem. Daar gaan we nu mee beginnen. En dan hebben we hier de Katja. En die krijgt ook een nieuwe distributieriem. Met waterpomp. Met waterpomp. Waar is Dave nu mee bezig? Kunnen we het waterpompje laten zien? Ja, daar dan. De zwarte poelie. Even kijken hoor, hoe dat... Kijk hoe we hem mede richting. Nee, ik krijg hem niet tussen. Daar, dat is waterpompie. Nou, schoftig. Die ook vernieuwd. Dus, wat distributies, nieuw snaartje. Gaan we straks nog de Citroën C1 afleveren. En hier staat nog een Citroën C1. Gaan we ook nog even leveren. Vuil wordt opgehaald vandaag, lekker. Dan hebben we gisteren de Cupra Formentor online gezet, 2022. Daar heb ik gisteravond al gelijk een reactie op.
met inruil van een Seat Ateca FR. Je hebt ook een panoramadak. Kijk deze ook. Gaan we straks voor die meneer een voorstel maken. Had ook nog een meneer die had interesse in de Kuga. Met inruil van een andere Ford. De camper is er voor twee nieuwe koplampen. Die was stuk gegaan. Die maakte een raar geluid. En toen zei de klant, weet je wat we doen? Dat doen ze allebei. Dan zijn ze allebei weer mooi nieuw en netjes. Kijk, en onze vrienden van Totaal Veilig zijn er weer, want die gaan het hek afmaken. Kijk, en weet je wat we vorige week gekocht hebben? Inmiddels 2 weken terug. De Opel Astra is weer terug. Had hem verkocht. En die meneer heeft er 3 maanden mee gereden. Maar die besloot toch om een wat nieuwere auto te gaan kopen. En elders waar hij inruil kreeg, geboden, dacht hij, nou, misschien willen die jongens van Kreeft hem wel weer terugkopen voor dat geld. En dat wouden wij natuurlijk heel erg graag. Dus dat, eigenlijk best wel blij dat hij weer terug is. Unieke auto. Staat nu inmiddels volgens mij 697.000 kilometer op. Wij hebben deze auto toen klaargemaakt. We hebben velgen laten poedercoaten. We hebben volgens mij nog een bumper gespoten. En nou, nog een heleboel dingen. Voor mij heb je nog rondom nieuwe remmen gekregen toen. Grote onderhoudsbeurt, etc. Dus staat er weer helemaal piekfijn bij. Staat inmiddels ook alweer te koop. Dus kijken of we weer een nieuwe eigenaar ervoor kunnen vinden. En tot die tijd staat hij gezellig bij ons. De GLA gisteren grote beurt gehad. Die gaan we straks even terugbrengen naar de klant. Z4. Dan gaan we verder, want die schakelt niet helemaal lekker. Onderdelen voorbesteld. Dus dan gaan we kijken of die vanmiddag misschien even de brug op kan. Nou. Update jongens. Weet jullie even wat? Hey. Ga jij doen? Ik ga even compressor aansluiten. Oh. De poetsafdeling. Zal ik even mee? Volgen. Mag. Nou, dat willen ze wel even zien wat jij gaat doen daar. Zo, inmiddels is de oude waterpomp er vanaf. En hoe werkt zo'n waterpomp, Dave? Nou, de vlakke kant van de distributie, die gaat hier langs. Ja. En daardoor draait dit binnenwerk. En dit zorgt voor circulatie van het koelsysteem. Oké. Okay. En waarom vervangen we hem? Vanwege de interval. Want als je te lang mee doorrijdt, gaat het misschien een lager stuk. Of dan, ja, vergaat het een beetje. En dan vermindert het koelvermogen van de auto. Het is natuurlijk wel lekker, want de distributie gaat er overheen. Dus als je de distributie vervangt, sta je er al bij. Ja, gelijk meepakken. Gelijk meepakken. Hij zit ook vaak in het setje verwerkt, hè? Ja, meestal wel. Dus, nieuwe distributie, nieuwe waterpomp. Zo, een nieuwe upgrade voor de poetsafdeling. Nieuwe compressor, een grotere. Meer lucht, meer kracht. Hey Rino, kan je nog sneller auto schoonmaken? Ja, zeker. Ja. Kijk, hier staat de oude. Klein. Dus die gaat weg. Handig, Harry is ook bezig. Kijk. Handig. En dit is op de reuk. Dus. Mooie grote jongen, jongens. Deze gaan we zelf. Kijk, handig. Handig Harry, ben ik. Dus. Nou, dan gaan we straks die afleveren. Dat doe ik wel. Ik blijf wel gewoon overal vanaf. Zo. En daar gaat de Citroën C1. Richting Volendam. Nou, het ziet er een beetje uit als een rommeltje, maar goed, dat wordt zo opgehaald. Dus, Citroënnetje afgeleverd. Dat was de enige aflevering van vandaag. Dus, ook weer geregeld. En dan gaat de C1. Een vriend van mij van 25 jaar terug, heb ik 25 jaar niet gezien. En vroeger heeft hij mij geholpen
heel veel geholpen bij Avens Autoverhuur. En zijn auto was bij toeval overleden. Vorige week sprak ik hem weer eens, heb ik hem gebeld. En nu heb ik hem geholpen met een mooie auto. Heel blij. Zo, goedemorgen. We zijn vandaag begonnen met de Cito een grote beurt te geven. Iets van onszelf. Een tijdje terug ingeruild. Zelf even in gebruik. Er komen nieuwe remmen en nieuwe banden. Dave is bezig met het klaarmaken van de Seat Ibiza. Er komen morgen mensen voor. Vroeg of ze hem gelijk mee konden nemen. In principe kan dat niet, maar we hadden vandaag een gaatje, dus we dachten we maken hem al beslaan. Maar hij is bezig met het vervangen van de turbo. En de X7. Van een vriend van ons. Erco Service. En de C4 is er. Voor een kleine onderhoudsbeurt. Dan gaan we even naar buiten. Kijk. Opel Corsa. 2 weken teruggekocht. Wordt nu gelost. Mooie kleur trouwens. Maar goed, al onze auto's zijn mooi natuurlijk. Dus Corsaatje. Tevreden? Ja, top. Cruise control zie ik. Climate control. 63.000 kilometer op de teller. Nou. Ook net gelost. Peugeot 2008, automaat. Is hij nog open? Ja. Dus, cruise control zie ik. Ik zie 34.000 kilometer. Dat is niet veel. Tiguan staat ondertussen online, jongens. Prachtige auto. En de verkochte Seat. Zijn we mee bezig om klaar te maken, dan kan die geleverd worden. De Kuga velg hebben we opnieuw laten spuiten, coaten, opknappen, hele verhaal. Dus die zijn weer nieuw. En ik had de C1 verkocht, dus ik heb weer een C1'tje bijgekocht. Altijd leuk om te hebben staan, dus die wordt nu gelost. Kijken, dan hebben we nog een nieuwe Qashqai erop staan, die is voor ons. Ik denk nog 2 C3's. Zal ook wel voor ons zijn. Er staat nog een Fiatje 500 op, die is ook voor ons. Sorry voor de wind. En er staat nog een Peugeotje 208. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat die ook voor ons is. Ik heb erg veel gekocht, vooral wat kleinere auto's, want daar waren we er, die waren er doorheen. Er komt nog een nieuwe Qashqai aan. Er komt nog een Mercedes B250 hybride aan. En er komt nog een rode Qashqai automaat aan. Dus er komt er heel veel nieuwe handel aan, jongens. Dat is onze vriend. Het is ook... De laatste dag zonder Dani. Dus vanaf morgen zal die de camera weer in zijn handen hebben. Vind ik persoonlijk ook wel weer erg lekker dat die er is dan. Dus, we gaan even alle auto's lossen. Invoeren. Poetsen, fotograferen. En verkopen. Zo, bezig met de Citan. Wat zei Nico? Zoek het verschil. Welke is oud? Welke is niet. Kijk. De Cito was wel toe aan een onderhoudsbeurt zo te zien. Ja. Dat is het luchtfilter. We hebben de remmen voor. Ja, dat kun je misschien zo een klein beetje zien. Compleet vervangen. Vers rubber erop. Achterbanden waren nog goed. Remmen worden ook vervangen, maar die komen straks. Kijk. Oude remblokken. Oude remblokken. Dus op deze onderhoudsbeurt hier ligt het brandstoffilter nog. Die wordt zo nog verwisseld. Ook wel even schoongemaakt worden eigenlijk. Maar het is geen overbodige luxe dat de Citan even een grote beurt kreeg. De
gebeurt. Banden, remmen. Ja, dan gaan we eigenlijk... gaan we ermee doen, jongens. Gaan we hem verkopen. Houden we hem nog even. We hebben natuurlijk ook nog de Mercedes ML. Ja, ja, terug van vakantie. Ik ben er weer. Terug op jullie beeldscherm en terug in de showroom. En het is vandaag zaterdag, einde van de week, dus ook einde van de video. Gisteren ben ik 1100 kilometer terug uit Oostenrijk gereden. En goede rit gehad, was wel wat druk onderweg. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. De zon schijnt, het is zaterdag. En we hebben een proefrit. We hebben meerdere proefritten gepland staan. Deze proefrit was niet gepland. En ik ga jullie even laten zien met welke auto er proefgereden gaat worden. En dat is namelijk met deze hele mooie. Ja, hij is nog niet lang binnen. Ik heb hem eigenlijk nog niet gezien. Dus in mijn vakantie is hij binnengekomen. A250e in die hele mooie kleur donkerblauw. Met allemaal zwarte details. Zwarte velgen, zwarte spiegels, nijpakket. Panoramadak. Geblindeerde achterramen. Zwarte lijsten om de achteruit. Zwarte eindtips op de uitlaat. Zwarte einddiffuser, of achterdiffuser moet ik zeggen. Echt een mega mooie auto, AMG-lijn. En die klant is op dit moment proefrijden met een andere auto van ons, met de witte Cupra. De Cupra Formentor. Die heb ik ook zelf nog niet gezien. Dus die ga ik zo meteen ook even bekijken. En daarna wilde hij graag proefrijden met deze auto. En hij heeft ook een auto in te ruilen. In ruilen staat hier voor het pand deze matzwarte BMW X4. Mega mooie auto. Benzine met 30.000 kilometer. Echt een mooi ding. Panoramadak, hier carbonpakket. Panoramadak. Originele BMW kleur. 20 inch BMW velgen. Hier deze strip op de achterbumper, of op de achterklep moet ik zeggen. Echt een super mooie auto. Als inruiler. Dus wie weet gaan we tot een deal komen. Maar eerst proefrijden met de Cupra en met de Mercedes A250e hybride. Zo, de zaterdag zit erop. Nog niks verkocht, maar we zijn wel bezig. Proeven het gat met de A250e en de Cupra. Ik dacht dat die klanten gingen kiezen tussen de een en de ander, maar ze kwamen voor allebei. Dus wij hebben een voorstel gedaan om de X4 in te ruilen en de Cupra en de A-klasse te verkopen. Dat later meer, volgende week de uitslag daarvan. En we hebben nog een proefrit gehad met een Skoda Karoq uit onze voorraad met inruil van een Peugeot 2008. Die gaan er nog even over nadenken, dus ook dat later meer. Dat bewaren we allemaal voor volgende week. En dan, jullie hebben het allemaal al gezien in de titel en ook op de thumbnail. We staan hier op onze poetslocatie en hier is het gebeurd. Het staat ook op beeld omdat we camerabeveiliging hebben op dit pand. Dus de beelden van het ongeluk zetten we ook in de vlog. En dit is de auto waar het mee gebeurd is. Er is een windhoos geweest in het weekend. Gewoon storm, veel slecht weer, harde regen. En er is een plaat van de buren. Die lag daar achter deze stelling, lag een grote plaat. Die is over deze stelling, en kijk hoe hoog dat is. Is hij gewaaid en hij is op de auto beland. En ook zijn er een aantal dakpannen gevallen om de auto en op de auto. Dus de beelden gaan jullie zien. Maar ja, de auto is helaas zwaar beschadigd. Vooral de motorkap. Die plaat is op die motorkap gekomen en heeft die motorkap geraakt. Ja, die hebben een flinke schade. Niemand kan hier wat aan doen. Het is de bedoeling dat het weer opgelost wordt. Dus dat gaan we natuurlijk weer regelen.
Jullie hebben het gezien hoe het gebeurd is. Nogmaals, niemand kon er wat aan doen en we gaan het oplossen. En hiermee wil ik de video ook beëindigen. Iedereen weer heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet de video niet te liken, te abonneren en laat even een leuke reactie achter wat jullie van de video vonden. En dan zie ik iedereen weer volgende week. Dus tot volgende week bij de nieuwe Kreefweek. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te abonneren. En volgende week zijn we er gewoon weer met de nieuwe Kreefweek. Tot kijk!